We hangen vanaf deze week een aantal beroemde werken uit de collectie van het Noord-Brabants Museum in Den Bosch. Onze speciale correspondent, commissaris van de Koningin, Wim van der Donk, was erbij. Vanavond ben ik hier in Leuven, de zusterstad van onze hoofdstad Den Bosch. Goede banden tussen de Brabantse steden al eeuwen. 750 jaar dit jaar. Er is een bijzondere aanleiding voor een prachtige tentoonstelling van topstukken uit ons Brabants Museum hier in Leuven. En u krijgt een hele bijzondere gids, de burgemeester van Leuven, Louis Tobak. U ziet in deze zaal een aantal illustraties van onze gemeenschappelijke geschiedenis. Dit schilderij ziet er een beetje primitief uit, want het lijkt wel alsof de grote markt van Den Bosch op een heuvel ligt. Hè. Dat is niet zo, dat is een kwestie van perspectief. Maar het geeft ook een deel aan van de oorlogen in de tijd van de Spaanse overheersing tussen de katholieken aan de ene kant, de protestanten, om het simpel te maken, aan de andere kant. En we weten hoe dat afgelopen is. Wat is de betekenis van het samenwerken? Wat hebben jullie ontdekt wat daar belangrijk aan is? Wel, voor ons, ik denk als een, wij noemen dat een centrumstad in een provincie, is het toch wel belangrijk om referenties te hebben in werking, in inhoud met andere gelijksoortige musea. En dat die twee collecties toch wel erg elkaar kunnen versterken, denk ik. Hè? Ja, we werken als twee musea eigenlijk al jarenlang samen. We hebben verschillende projecten al gedaan. Een mooie tentoonstelling over de jaargetijden in de kunst. Een mooie tentoonstelling over de broedertwist. Over het uit elkaar gaan van Noord en Zuid. Wat we tot op de dag van vandaag eigenlijk nog betreuren. En die samenwerking smaakt elke keer opnieuw naar meer. Ja. En dat is dit was weer een mooie gelegenheid om onze collecties te laten zien. Zeker omdat het Noord-Brabants Museum op dit moment gesloten is in verband met de grote uitbreiding. Ja. De rode bordjes wijst erop dat het tot de collectie van Leuven behoort. En de andere bordjes wijzen erop dat het stukken zijn die tot de collectie van Den Bosch behoren. Nu, je ziet ook de overeenkomst. De schilder komt uit hetzelfde atelier waarschijnlijk. En allebei zijn navolgers van, dat zie je zo aan de stijl, van Hieronymus Bosch. Spijtig genoeg is Bosch in Den Bosch gebleven. Hij was altijd welkom geweest in Leuven, neem ik aan. Het is heel fijn voor het publiek. Hè. Ik zou zeggen, kom allemaal hierheen. Want er is ook een prachtig verbroederingsfeest gepland binnenkort. Ja. Maar ik hoop dat als jullie eenmaal terug aan de gang zijn en dat alles goed loopt, dat we zeer, zeer zeker graag ook eens een aantal van onze mooie stukken bij jullie komen brengen. En een mooi ensemble brengen. Ja. Waarin dat je misschien ook op die manier een keer een blik krijgt op het verhaal van deze kant. Is dat een fantastische boodschap? Ja, toch? En dat aanbod nemen we graag aan natuurlijk. Alsjeblieft, graag gedaan. Dank je.